naar zijn tempo ontwikkeld. De wetenschap dat er eigenlijk aan veel handen zou moeten kunnen. 33-2, keurig. 4-45-3. Tussentijd naar 3400 meter. 1/18 sneller dan Eminem. Zo kan je ook zien dat techniek natuurlijk niet het alles zegt. Zo'n Radke die straalt gewoon veel wilskracht uit. Veel plezier ook in zijn schaatsen. En dat ontbreekt een beetje bij Carlberg. Een betere techniek, wat minder wilskracht. Carlberg lijkt geklopt in deze race. 3800 meter naar 33,5 voor de ronde. Gaat voor Radke in 5:18.8. Nog altijd een mooie tussentijd. 2/14 nu sneller dan Eminger. Die de snelste tijd heeft staan met 7:02.67. En als Radke zo doorgaat, dan komt hij in de buurt van de 7 minuten. En dat zal voor de Pool dan in ieder geval de verbetering betekenen voor zijn persoonlijk record. Want dat staat op 7:08 en een beetje. 4200 meter, weer 33, maar 33,8 nu. 5:52.6. 2,5 seconden sneller dan Eminger. Met andere woorden, nog altijd op het schema van 7 minuten precies. En als hij dat door heeft en nog iets over heeft, zou het heel fijn voor hem zijn als hij voor het eerst in zijn leven onder die 7 minuten zou kunnen duiken natuurlijk. De bel luidt, maar de rondetijd is nu 34-1, 6:26.7. 2/2 sneller dan Eminger. Dan moet hij een razendsnelle slotronde hebben om onder de 7 minuten te blijven. Waarschijnlijk blijft hij er net boven. Ja, het is duidelijk. Met een betere techniek zou hij echt een stuk harder gaan. Hij is ijzersterk. Maar hij kon de kracht gewoon niet op het ijs overbrengen. Toch komt hier de snelste tijd tot nu toe op deze dag. Net boven de 7 minuten.